7 juni. De route is schon 59 geworden. En wij gaan Aken onveilig maken. Vannacht heeft het vreselijk geregend. Dus duidelijk een andere dag dan gisteren, hè? Drukker. Ja. Maandag spits in Aken. En het hotel is daar. En de stad is daar. Gaan wij nu naartoe. Deze standbeeldengroep heet de Kreislauf des Geldes. Kreislauf des Geldes. Dat is een soort Trevi-fontein met... Met geen geld in? Nee, want iedereen haalt het eruit. Al die dikke vetzakken halen het eruit. We lopen nu dus in het hart van de stad van Karel de Grote, Wilma. Waar hij in 800 tot keizer is gekroond. En in 813 de kroning van zijn troonsopvolger ook bijwoonde. Dat was Lodewijk de Vrome. En 814 ging Karel zelf het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Nou, sinds die tijd zijn alle Duitse koningen zo'n beetje hier gekroond. Het raadhuis. Beetje in de steigers. Vlaggenstokken, geloof ik. Een hoop zooi. En een van die torens. En ik denk dat dat de linkertoren is, maar dat gaan we zo verkennen. Stamt ook uit de tijd van Karel de Grote. Linkertoren? Ik vermoed de linker, maar dat is aan de andere kant beter te zien. Het is degene die wat dikker is. En zo te zien heeft hij zo'n dikke kegelvormige uitstulping. Nou, we zijn gezeten voor het gotische raadhuis van Aken. En een van de torens, en dat is ongetwijfeld die rechter, is de Granustoren. Die stamt ook nog uit de tijd van Karel de Grote. Aken is duidelijk ook een stad van schoolreisjes en toeristen. Ik heb alleen nog geen paardenwagens gezien. Ook een schitterend bouwsel, hè? Eens kijken wat een beeldhouwwerk daar boven die ramen allemaal zit. Ja, we zijn begonnen aan een rondleiding door het stadhuis. We lopen nu de Witte Zaal in. De feestzaal van het stadhuis. De versieringen in het stuk werden rond 1730 gemaakt door Italiaanse kunstenaars, onder wie C.L. Castelli. In de hoeken van de ruimte bevinden zich medaillons met de symbolen van de antieke heersersdeugden. De schilderijen aan de muren tonen gezanten op het Akense Vredescongres van 1748. Aken was vroeger een textielstad. Textiel was zo belangrijk dat de grote baas van het textielgilde zitting had in het stadhuis om de kwaliteit van de vanuit Aken afkomstige stoffen te controleren. Hij hield zitting in deze kamer, die in Luiks-Duitse barokstijl is ingericht. En aan de wanden hangen vooral ambtsdragers uit die tijd. En de tekst zegt niet of dat dan de gildemeesters zijn of de burgemeesters, want de burgemeesters hebben hier later ook gezeten. Film. Over de verwoesting die Aken trof aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ja.
We lopen nu in de Rode Zaal, de Vredeszaal, die ooit bedoeld was om de Vrede van Aken te ondertekenen. 18e eeuw, meen ik, 17 zoveel, maar nooit gebruikt is voor dit doel. Maar verder wel een prachtige ruimte in het raadhuis van Aken. Het huis waar we nu in staan heet de Ark, dateert uit 18 zoveel geloof ik en is bedoeld als trappenhuis wat naar de eerste etage leidt, naar de oude kroningszaal. En als we door dit raam naar buiten kijken, dan hebben we een prachtig uitzicht op de Dom van Aken. Wij betreden trouwens de grote kroningszaal, in oude luister hersteld, de stoelen niet geheel in stijl, met wandschilderingen onder andere van Rethel, beroemde schilder. Het schijnt dan ook paradijs voor kunstliefhebbers te zijn, deze kroningszaal. Slechts twee kunnen maken, terwijl er toch in totaal zeker drie zijn. Telkens vijf kruisribgewelven door vier machtige zuilen verdeeld zijn, was met haar 45 meter lengte en 18,5 meter breedte na haar oprichting rond 1349 de grootste niet-kerkelijke ruimte in het Heilige Roomse Rijk. Het is deze zaal die het Akense stadhuis zo uniek maakt en het tot het belangrijkste stadhuis van het Rijk liet worden. Waar het in de middeleeuwen de kroningsfeestmalen, dan is het tegenwoordig de internationale Karelsprijs waar de zaal haar Europese betekenis aan te danken heeft. In deze zaal vergadert dus kennelijk de gemeenteraad van Aken, want dit is de raadzaal. Waarbij, ik weet niet of het jou opvalt, ik de publieke tribune mis. Zouden ze die hier niet hebben? Of zou dit alleen voor speciale gelegenheden gebruikt worden? Ik dacht het niet. Ik dacht echt, ik kijk ook naar de microfooninstallaties. Het is echt een vergaderzaal. Niet de dikke toren die ik er altijd voor gehouden heb, maar deze toren is het restant van de oude Granenstoren uit de Karolingische tijd.
daar tegenaan. Een al jarenlang bestaand cafeetje. En iemand die koffie aan de man brengt. Gehaald op de raadhuisplaatsen en voorlopig schijnt het zonnetje.